In de tijd dat Appel en Constant nog op de academie zaten, maakte Brands al surrealistische tekeningen. Hij gebruikte inkt op papier om door middel van vlekken, vloeien en spatten de kunstwerken als het ware willekeurig te laten ontstaan. In 1946 nam hij deel aan de tentoonstelling Jonge Meesters in Stedelijk Museum. En daar ontmoette hij Karel Appel, Corneille en Rooskens. Die betrokken hem vervolgens bij de Nederlandse experimentele groep, waaruit later, in 1948, de Cobra-beweging ontstond. En in de Cobra-beweging draaide het allemaal om een heftig verlangen naar een vrije, spontane uitdrukkingswijze. En Eugène Brands die schilderde na een periode van fabelwezens en vissen, schilderde hij op een manier die wij lyrisch abstract noemen. Met grote, vlakke kleur die uit een wattige substantie lijken te bestaan. Bent u nou geïnteresseerd in dit kunstwerk of in andere uit de catalogus op fishersauction.com? Neem dan contact op of kom langs op de kijkdagen.